Yo mensen, tof dat kijken deze video. Mijn naam is van FIFBOY1999. Met vandaag weer een nieuwe World Terminal uit Career Mode. Na de Final Career Mode van vanmiddag. Nu de World Terminal uit Career Mode. Toch nog op dit kanaal vandaag. Morgen weer de Final Career Mode. Maar zoals elke zaterdag nu de World Terminal uit Career Mode. Met twee wedstrijden. De wedstrijd tegen Aston Villa. En tegen nog een ploeg die ik niet uit mijn hoofd weet. Maar eerst in ieder geval deze wedstrijd. De volgende ploeg is trouwens net in het Forest, zie ik nou. Maar de eerste wedstrijd is tegen Aston Villa en pas na een kwartier krijgen wij eerst een grote kans. Ik kan jullie alvast zeggen, deze twee wedstrijden komen niet zoveel bijzonders. Maar goed, we gaan het zien wat het wordt. De corner is na 17 minuten voor ons met hier Johnson het schot en de redding van de keeper. Zo is het weer een corner. Genomen door Buddiger, Wilmiens. En weer de redding. Weggekopt. En Hunton en Jitnak. Nu komt Aston Villa heel slordig eruit en kunnen wij de bal ingooien in de 20e minuut. Johnston krijgt hij mee. Ja, hij krijgt hem op Burger. Towel. Burger. Boadu. Sadilek en geschot geblokt. En dan is de bal weer voor Aston Villa. Die natuurlijk ook wil promoveren naar de Premier League volgend seizoen. Maar wij willen dat ook met Horten United. En dan zo hoog mogelijk zien te komen. De bekerwedstrijd is in juli woensdag. Maar het is tegen Tottenham. En dat lijkt me toch een hele belangrijke wedstrijd voor Rotterdam United. Om gelijk ons te meten met een Premier League ploeg. Hier gaat Aston Villa eruit. Ook natuurlijk een oud Premier League ploeg. Hè. Is toen gedegradeerd. Hier bal voor en weggehaald nog. Bijna een eigen doelpunt. En in de 36e minuut komen wij met de kans. Togel. Geeft hem af op Sadilek. Sadilek en die ziet hem over. Corner. Werd nog geraakt. Corner van Burger. Geeft hem kort op Towel. Johnston. En weer het schot. En dit keer naast. Weer toch die gevaarlijke linksvoor van ons. 43e minuut. Als Aston Villa weer komt. Met El Ghazi. El Ghazi. Die speelt tegenwoordig bij Aston Villa dus. En de bal komt voor en de bal is weg. Burger, Torel. En de bal over. Zo is in de eerste helft nog steeds 0-0. Zitten we nu in de tweede helft in de 54e minuut. Als Aston Villa eruit komt. Bal voor en gekopt en de redding van onze keeper. Goed, de Burger gaat eruit en Cox komt erin. Corner van Aston Villa. Chester kopt hem en die kopt hem naast. Zo is de kans voorbij voor Aston Villa. Wij gaan dus nu in de 85e minuut weer met de volgende kanspas. En dat is voor ons Johnston. En die ziet hem heel slecht naast. En zo is deze wedstrijd tegen Aston Villa niet zoveel bijzonders. Taylor komt er nog in bij ons voor Johnston. Maar dan zit er wel een extra tijd. En dat betekent dat deze wedstrijd met 0-0 gelijk spelen. Ik zei het al, de wedstrijden zijn niet zoveel bijzonders. Deze wedstrijd is dus 0-0. En dat is heel jammer, want we moeten wel in die koppositie blijven. Sowieso om te promoveren volgend jaar in de Premier League. En hier gaan we nu tegen Nottingham Forest spelen. Uit. Die moeten dus winnen. Dit is de wedstrijd voor de bekerwedstrijd tegen Tottenham Hotspurs. En nu dus kijken of we het kunnen doen tegen Nottingham Forest. Deze bal is weg. Burger heeft hem. Johnston. Towel. Sadilek. En moet hem geven op Wilmiens. Doet hij ook Wilmiens. Doet hij wat mee? Wilmiens geeft hem goed af op Boudou. Badou. Sadilek het schot in de redding weer van de doelman. Nou, dat voor vaak kansen raad. Ook de wedstrijd hiervoor. Hoekschop is van Burger. Die geeft hem op Wilmiens. Wilmiens naar Roberton. Towel. Johnson. Weer hij dan? Nee, Sadilek weer. Kapt en geeft hem op Badou. En net naast. Had het 0-1 kunnen en misschien wel moeten zijn voor de spits. Na 8 minuten, nu in de 10e minuut. Als Badou de bal geeft op Wilmiens. Iets te hard. Waardoor hij niet kan schieten. Dat kan hij wel voorgeven. Geeft hem ook voor. Kopbal van Sadilek in de handen van de keeper van Nottingham Forest. En dit is een ingooi voor ons. Na een kwartier spelen. Boadou krijgt hem niet lekker mee. Zo gaat Nottingham Forest eruit komen. Carvalho en Sordini en de bal terug. En wij verdedigen goed. Ja, want Robertson heeft hem. Rodak
hints. En wij kunnen weer opbouwen. Nee, een zorgige fout. Dan kan de kans komen voor de tegenpartij, maar die gaat heel hoog over. Na 18 minuten. 31 minuut nu. Als wij er weer uitkomen. Met Johnston. Johnston geeft hem. Duurt iets te lang. Had hij nu moeten geven. Nou, nu is het te laat. We geven hem veel te laat, die bal. Ik weet niet waarom hij dat doet. Maar goed. 33e minuut. Saudini. Krijgt hem niet. Dus wij vegen goed uit. Robertson. Hins. Burger. Badu. Johnston. Boadu. Voorgeven. Geeft ervoor. Sadilek in de handen van Pantelimon. 41 minuut nu. Als Natuur Forster uitkomt, geeft hem ook goed voor. En de kans. Er komt er een in de handen van Rodak. Goed. Johnston. Niet bereikt. Bal weer voor Nottingham Forest. Komt weer een kans aan. Krijgen we een tegengoal. Ik hoop het toch niet goed. Verdedig hem nou uit. En even wordt uitverdedigd. Wordt niet lekker weggewerkt. Zo is het weer een kans. Nee, ja. Zonnig uitverdedigd. Er komt er een kans aan. En dit is alweer verdedigd. En deze gaan we net naast. En dan zitten we nu ondertussen in de tweede helft. In de 55e minuut. Als Nottingham Forest die de bal weg begint te krijgen. Het ingooi van ons. Dat lukt dan ook. Dan komen een uitval, een aanval. Nou ja, nog wel. Wij moeten gaan verdedigen. Dat gebeurt nu. 62e minuut. Als we weer wij ertussen komen nu. Sadilek op Wilmjens. Wilmjens geeft hem voor. In één keer. Op Burger. Burger, het is 0-1. Wouter Burger maakt de 0-1. Zijn derde in de championship. En de 1-0 deze wedstrijd. Burger gaat ook nu gewisseld worden. Maar we hebben in ieder geval gewonnen. Of gewonnen. Tot nu toe wel. Bal voorgeven. En de bal weg. Goed. En de handen van de doelman. 90e minuut nu. Extra tijd komt erbij. Gaan we deze wedstrijd dan winnen? En hebben we toch een wedstrijd weer gewonnen? Boadu kan de wedstrijd beslissen met een 2-0. Hij geeft hem voor. En de bal weg. Dus dan blijft deze wedstrijd 1-0 voor ons. In het voordeel van Rotterdam United. Dat is dus wel positief. We weten ons dus weer te winnen. En de volgende wedstrijd is tegen Tottenham Hotspurs. Dat zien jullie hier. En we gaan hier ook een trainertje er tegenaan gooien. Weer een paar spelers. Boadu onder andere. Gaan we een trainingssessie gooien. Met moeilijk natuurlijk. Johnston gaan we moeilijk geven, Wesley. Niet makkelijk, kom op. Hoppa. Ja, moeilijk ja. En dan geven we middenvelder even kijken. Sadilek gaan we trainen. En daarnaast gaan we ook Burger trainen. En de doelman. Even kijken. Burger. Ja, ook moeilijk. Die is pas 61 algemeen. Dus die wil ook wel iets omhoog hebben. En de doelman Rodak is al 71 algemeen. Maar die wil ook wel iets omhoog hebben. En zo zitten ze in de trainertjes. Nog geen speler vooruit. Er is Sadilek iets. Maar voor de rest niemand. Maar goed. Woensdag dus weer een nieuwe Rotterdam United KRM mode. Met de wedstrijd tegen Tottenham Hotspurs. Voor mijn Caraboa Cup, als ik niet vergis. Dus kijk woensdag weer naar de nieuwe Rotterdam United KRM mode. Abonneer als je het niet gedaan hebt. Ik krijg morgen weer naar de 5 KRM mode. Later.